Stefan Sint-Aubin van het Vlaams Belang is intussen komen aanschuiven. Dag meneer Sint-Aubin. Het einde van uw betoog luidt als volgt. Maak van een bedreiging een opportuniteit. Hoe bedoelt u concreet? Wat moet die opportuniteit dan zijn? Ik denk dat er een aantal opportuniteiten zijn. Ik denk zeker voor de haven van Zeebrugge, die dé draaischijf moet worden voor de handel tussen dus ons land Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk. Ik stel vast dat de gedelegeerd bestuurder van de haven van Zeebrugge stelt dat hij klaar is voor de Brexit. Men heeft een aantal maatregelen genomen. Ze hebben vandaag de jaarcijfers bekendgemaakt. En hij verwijst ook naar de voorsprong die ze hebben op andere havens, zoals Calais. Dus zegt hij, laat ons van die Brexit een opportuniteit maken. Ja, maar goed, een opportuniteit is toch wel meer. Dat moet toch wel meer zijn dan klaar zijn voor die Brexit. Ik heb hem trouwens ook horen zeggen, als het een no-deal wordt, ja, dan dreigt de chaos. Ja. En dan kan je klaar zijn zoveel je wil. Dan is die opportuniteit. Maar ik ga er nog altijd van uit dat we niet tot een no-deal komen. Vandaar ook mijn oproep om inderdaad tot een onderhandelde oplossing te komen. Ik denk dat het mogelijk moet zijn om in het belang van iedereen. Ja, maar goed, die opportuniteit, we zijn klaar, hoor ik u zeggen. Hè. Dus nee, IO nee. Van Zeebrugge zegt, wij zijn klaar. U heeft hem geciteerd. Maar waar zit dan die opportuniteit? Waar kunnen we dan winst uit halen? In de combinatie met onze geografische ligging van Vlaanderen, centrale ligging in Europa, centraal tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk. En dat we moeten proberen om inderdaad al die handel die er sowieso nog zal gedreven worden tussen Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk, te laten vloeien langs de haven van Zeebrugge. Ik denk dat daar vooral opportuniteiten liggen. Verschillende spelers, niet alleen politici, ook vakbonden, ook werkgeversorganisaties, VBO, VOCA, noem maar op, wijzen op de economische impact die er zou kunnen zijn. 28.000 jobs, wordt gezegd. Ja. Laat ons er nu van uitgaan dat Zeebrugge er wel zou bij varen. We gaan dat nog moeten zien, maar stel dat het zo is, dat gaat toch nooit geen 28.000 jobs in Zeebrugge opleveren die dan het verlies moeten compenseren? We gaan ook nog moeten het verlies van die 28.000 jobs zien. Dat wordt, het mag nog de helft zijn. Iedere job die verloren gaat is niet goed voor Vlaanderen, is niet goed voor de tewerkstelling in Vlaanderen. Maar laat ons niet negatief zijn en laat ons geen paniek zaaien. Ik denk dat er mogelijkheid bestaat om tot een onderhandelde oplossing te komen en dat wij samen, de Vlaamse regering, de federale regering, maar ook de Europese regeringen, via noodwetten, via allerlei maatregelen, om inderdaad dat eventuele jobverlies tot een minimum te beperken. Bent u niet ongerust? Ik ben niet ongerust is niet het juiste woord. Ik ben mij bewust van de gevaren en de negatieve impact die een Brexit, en dan zeker een harde Brexit, zou kunnen hebben op onze economie en de economie in het algemeen in Europa. Maar ik ga niet uit van het worst case scenario. Ik wil de onderhandelingen alle kansen geven. Men heeft ook voorspeld in de tijd, wanneer Donald Trump zou president worden, dat het chaos en dat Amerika ineen zou storten. Dat blijkt toch momenteel niet uit de feiten. De shutdown duurt al een poosje. De shutdown was er ook bij het presidentschap van Obama. Dat is een typisch Amerikaans fenomeen. Maar goed, waar financiële markten natuurlijk niet van houden, is onrust, hè. Is chaos, dat willen financiële markten vooral niet. En dan pas zullen we de effecten zien. Hè? En aangezien we nog niet weten of de chaos eraan komt of niet, weten we het ook nog niet natuurlijk. Ja, dat is juist het probleem natuurlijk na de stemming gisteren in het Brits parlement, dat wij vandaag eindelijk niet weten wat er de komende dagen op ons afkomt. En ik ben met u akkoord wanneer u zegt dat chaos voor niemand, en zeker al niet voor de financiële markten, goed is. Vandaar ook mijn oproep tijdens het debat om geen paniek te zijn, om geen angst op te wekken, maar met een klare, nuchtere kijk naar de problemen. Maar is de Vlaamse regering toch niet vooral voorzichtig? We hebben de minister-president horen zeggen wat hij allemaal gedaan heeft. Sensibiliseringscampagnes, een meldpunt, een infolijn voor burgers. Doet de regering genoeg? Ik denk dat de Vlaamse regering toch wel op tijd een aantal maatregelen heeft uitgewerkt. Men is bezig met nog een aantal maatregelen uit te werken. Plan voor de regering maar, dan toch? Ja, op dat vlak wel. Zeker wat de voorbereiding betreft op de eventuele Brexit. Maar natuurlijk hangt veel samen met wat de federale regering doet en ook wat de Europese Unie doet. Goed, Chris Peters heeft even goed 2 jaar geleden Paul Buyssen aangesteld om op federaal vlak ook een werkgroep samen te stellen
om die voorbereiding te doen. Ja, dus daar gebeurt het ook. Hè? Ja, maar blijkbaar zijn die voorbereidingen op federaal niveau nog niet zo ver gevorderd als die op Vlaams niveau gevorderd zijn. Ik hoor dat er nu maandag al goed, geen overleg is misschien net het tegenovergestelde. Dus, maar nu maandag is er al een overlegcomité, dus een overleg tussen de Vlaamse en federaal. En daar kijken we inderdaad naar uit. Oké, Stefan Sintemin, bedankt voor dit gesprek. Blijf bij ons, dames en heren, want hier zijn nog een aantal andere sprekers aan het woord geweest. Daar gaan we nu naar kijken. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.